Hallo jongens en welkom in de video van vandaag. Ik ga jullie vandaag vier recepten laten zien die je supergoed kan invriezen. En ik doe dat vooral omdat ik zwanger ben en omdat ik het fijn vind om straks na de bevalling veel gerechten in de vriezer te hebben. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook gewoon wil doen omdat je tijd wil besparen. Omdat het leven gewoon soms heel druk is en ja, dat je nog wel gezond wil eten. Dat kan bijvoorbeeld ook een hele goede reden zijn. Vier recepten dus en ik vind het belangrijk dat het eten heel gezond is. Want straks na de bevalling heb ik dat gewoon echt nodig om gezond te eten. Om mijn lichaam weer goed te voeden en natuurlijk om borstvoeding te kunnen geven. Dus daar heb ik echt heel erg goed op gelet. Sommige gerechten zijn vegetarisch, sommige hebben vegetarisch vlees ook in zich. Anderen hebben wel vlees, want ik eet iets meer vlees tegenwoordig omdat ik dus zwanger ben. Ja, we hebben een hele mooie variatie denk ik. Laten we gewoon vooral gaan beginnen. Nou, het eerste recept dat ik vandaag ga maken is een gele currysoep. En ik heb dit gerecht niet zelf bedacht, maar wel een beetje getweakt. Dus ik zal het recept in de description zetten en ik zal jullie laten zien hoe ik het maak. Nou, het is dus een soep met gele curry en bloemkool. Het is echt super lekker en heel makkelijk. Dus wat ik ga doen is dat ik een ui en knoflook ga fruiten in olijfolie. Dan doe ik eventjes de curry erbij. Daarna de bloemkool, kokosmelk en water. Laat ik dat een poosje koken. En dan pureren we het. En that's it. Zo makkelijk is het. En ik zal jullie aan het eind dan nog even laten zien wat voor toevoegingen ik dan doe op het moment dat het uit de vriezer komt. Waardoor het gewoon echt, nou ja, nog een leveltje omhoog gaat. Dit is de gele curry pasta die ik gebruik en deze is dus mild pikant. En wat ik ook fijn vind is dat de ingrediënten gewoon super herkenbaar zijn. Ik weet van alles wat het is. Nadat je de soep hebt gepureerd kun je hem dus heel goed invriezen. En als je het dan daadwerkelijk gaat eten kun je dus nog een paar dingen erbij maken die het extra lekker maken. Ja, en over de soep maak ik nog een citroen-dillenolie en dat moet je eigenlijk met verse kruiden doen. Maar die had ik niet op het moment, maar zo is het ook heel erg lekker. En wat ik gewoon doe is wat citroensap en olijfolie en kruiden en dat meng je dan allemaal door elkaar. En that's it. En het is echt aan te raden om te maken, want het elevate je soep echt enorm. Alright, nieuwe dag, nieuw gerecht jongens. Ik ga vandaag een pasta saus maken die ook echt gewoon super goed in te vriezen is. En ook bij dit gerecht ga ik er aan het eind weer wat verse dingen aan toevoegen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de key is om gerechten uit de vriezer nog wel gewoon vers en bright te laten smaken. Om er gewoon aan het eind dus nog wat extra verse dingen aan toe te voegen. Maar voor de pasta saus
ga ik dit gebruiken. Ik heb een aubergine, courgette, een wortel, bleekselderij, uitje en knoflook. En ik doe er nog een bouillonblokje bij. En tomatenblokjes en misschien nog een beetje water, afhankelijk of dat nodig is of niet. En het is een vegetarische pastasaus. Maar je kunt er ook gewoon gehakt of iets in doen als je dat wil. Toppings doe ik wat vegetarisch gehakt. Dat doe ik er niet doorheen, omdat het anders weer zacht wordt. En verder rucola en lekker een heleboel Parmezaanse kaas. En Parmezaanse kaas kun je natuurlijk ook super goed invriezen. Alright, nieuwe dag jongens, nieuw recept. Ik ga vandaag een hele lekkere kippensoep maken met rijst erin. Dus hij is goedvullend, maar ook echt gewoon super gezond. Allerlei verse kruiden erin, echt heel chill. En ik ga hem maken met de slow cooker. Als je geen slow cooker hebt, je hoeft hem niet per se met de slow cooker te maken. Maar ik vind het gewoon ideaal. Ik zet nu gewoon de slow cooker aan. Het is bijna 12 uur. En dan kunnen we gewoon straks om 5 uur, 5:30 of zoiets. Kunnen we gewoon eten en hoef ik niets meer te doen. Ja, en als de soep klaar is en je laat hem afkoelen, kun je hem dus ook super goed invriezen. Dus ik zal je laten zien wat de ingrediënten zijn. Nou, qua groente hebben we bleekselderij en wortels. En ik gebruik ook nog ui en knoflook. Dan hebben we hier een kopje rijst en de kip. Wij eten meestal vegetarisch, maar af en toe nu ik zwanger ben eten we ook kip. Maar ik ga maar hier de helft van gebruiken, dus dat is iets van 200 gram. En ik ga deze kippenbouillon gebruiken en dit is bottenbouillon, dus dat is dan ook nog extra gezond. En qua kruiden gebruik ik tijm, verse tijm, laurierblaadje, zout en peper, want in die bouillon zit bijna geen zout. Dus vandaar. Dus wat ik nu ga doen is dat ik dit ga snijden en deze. Ga ik dat eerst eventjes goed aanbakken gewoon op het fornuis. Dan gaat alles in de slow cooker. En dan, that's it, basically.
Oké jongens, het vierde en laatste recept is ook echt weer een geweldig recept. Hier hebben we wel wat meer ingrediënten voor nodig. Ik ga namelijk zwarte bonen burgers maken. Dus vegetarische hamburgers gemaakt van zwarte bonen. En dan gaan we daar lekker ook een sausje bij maken en lekker wat groenten snijden en dan op brood als een hamburger eten. En dit recept is ook weer heel goed aan te passen aan alles wat jij lekker vindt. Ja, ik zal jullie vertellen hoe ik het doe, maar je kunt gewoon alles toevoegen wat je zelf lekker vindt. Of als je denkt, nou, dit vind ik helemaal niks, dan haal je dat ingrediënt gewoon eruit. Ja, en je kunt dus straks als je de burgers gevormd hebt, maar nog niet gebakken, dan op dat moment kun je ze het beste invriezen. En ja, als je ze dan wil eten, dan ontdooi je ze gewoon, bak je ze en dan heb je gewoon goede warme burgers. Dan moet je dus wel zelf nog even wat groen snijden en misschien een sausje maken of zo als je het gaat eten. Dus het is misschien iets meer werk op het moment dat je het gaat eten, maar wel echt super, super lekker. Nou, er zijn eigenlijk vier ingrediënten die gewoon echt key zijn. Deze kun je eigenlijk niet weglaten en verder kan je helemaal variëren met hoe jij het zelf wil. Ik begin met het fruiten van een uitje. De zwarte bonen laat ik uitlekken en dan doe ik dit allemaal samen met een ei in een kom. En dat pureer ik dan met een staafmixer. Je kunt het eventueel denk ik ook wel met je handen fijn maken als je geen staafmixer hebt. En ja, dat wordt dan dus een soort deeg en dan gebruik ik havermout om het een goede consistentie te geven. Je wil niet dat de burgers helemaal uit elkaar vallen, maar je wil ook niet dat ze super nat zijn. Dus dit vormt met elkaar de basic burger. En hier staan nog allerlei dingen die ik er dan doorheen doe om het wat extra smaak te geven. Dus ik doe er nog een eetlepel zonnebloempitten en wat sesamzaadjes in. Je kunt er eventueel bijvoorbeeld ook mais in doen of een groente of net wat je lekker vindt. En dit is wat ik erin doe om het nog wat extra smaak te geven. Dus dat is zout en peper. Dit is paprika poeder. En ik doe er nog wat tomatenketchup bij. Dit is wel de versie zonder extra suiker en zout. Ik heb nog een tip voor het uitlekken van bonen. Ik doe namelijk dan het blik een heel klein stukje open en dan zet ik hem gewoon zo boven de wasbak. En dan laat ik gewoon een poosje staan terwijl ik dus met andere dingen bezig ben hier. En ja, als ik dan zo meteen hier aan toe ben, is hij helemaal uitgelekt. Van mijn deeg voordat ik er havermout in doe. Maar het verschilt natuurlijk heel erg welke dingen je erin doet in hoe nat het is. Dus ik kan ook niet precies zeggen hoeveel havermout je erin moet doen. Maar ik zal in ieder geval even tellen hoeveel ik er nu in doe. Nou, bij mij ziet het er nu zo uit en ik heb er 7,5 eetlepel havermout in gedaan. En de havermout gaat nogal wat meer hydrateren en dan verwacht ik dat ik er gewoon goede burgers van kan maken. Als je
dan wilt bereiden, laat ze dan even goed ontdooien in de koelkast. Haal ze een nachtje van tevoren eruit. En ik bak ze dan in olijfolie rustig aan, zodat ze helemaal gaar zijn. En dat ze een lekker bruin korstje hebben. Nou, voor het broodje heb ik een volkoren bolletje. En voor de toppings heb ik sla, tomaat. Ik ga nog een eitje bakken. Ik heb wat avocado en augurk mag natuurlijk ook niet ontbreken. En dan ga ik nog even een sausje maken met de helft mayo en de helft kwark. Een beetje mosterd en een beetje curcuma. Alright, en that's it jongens. 4 super lekkere recepten die je ideaal kan invriezen. Ik heb in ieder geval een heleboel van dit soort dingen in de vriezer zitten. Voor als onze kleine er straks is. Dat we lekker makkelijk en gezond kunnen eten als we dat willen. Ja, ik ben benieuwd of jullie deze recepten gaan maken. Dus let me know in de comments. En ja, zie ik jullie in de volgende. Bye!